Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video van Extreme Surf. Vandaag gaan we naar een anti-tankmuur in Katwijk. En er zijn ook heel veel bunkers, die gaan we ook allemaal bezoeken. Dus laten we 16 kilometer naar Katwijk fietsen door de duinen. We zijn aangekomen bij de anti-tankmuur. Zoals jullie zien, ziet er best wel sick uit. We kunnen daar ook naar boven. Maar dit was heel belangrijk voor de verdediging vroeger voor de Duitsers. Om tanks en zo tegen te houden. Daarachter heb je ook nog iets van anti-tank geschut. We gaan eerst gewoon een beetje exploren en zo. We gaan een beetje erop lopen. En daarna gaan we ook in bunkers, want hier zitten ook nog veel open bunkers. Nou, hier is een doorgang. Hier kunnen we even bij het hek. En dit is het andere deel van de bunker. Nee, van de anti-tankmuur. En daar komen ook geen bezoekers. Dus dat is super chill. Hopelijk zijn daar nog wat open bunkers. Dus laten we hier gewoon even snel in kijken. Oké, we gaan nu wat bunkers exploren. Best wel mooi muur. Best wel hoog. Dit was dus anti-tankmuur. Daar ligt nog wat anti-tank. Ja, dingen om tank tegen te houden. En daar is de eerste bunker, dus laten we daar naartoe gaan. Bunker. Nou, ik dacht dat ik iets hoorde, maar... Hier is het. Ja, de eerste bunker. Gaan daar naar beneden. Een kleine hol. Ga ik goed met de GoPro. Ja. Uit hier is de bunker. Ziet er best wel sick uit. Zo, het is vol met beest. Ja? Ja, joh, kijk. Oh, die zit allemaal vliegen. Ja, nee. En hier, dat is dan zo'n schietgat voor de Duitsers. Konden ze hieruit schieten. Ziet er best wel sick uit. Kijk dat plafond ook. Holy shit, het is best wel laag. Nou, dit was eerst de bunker. Het is nog niet heel groot, maar... Het zit allemaal in die muur eigenlijk. Wat je hier dus ziet. En dan gaan we verder, daar zijn nog wat bunkers, dus die gaan we ook even bekijken. Maar best wel sick dit. In Den Haag heb je niet zo'n muur. Dit is geloof ik de enige echte anti-tankmuur in heel Europa die hier nog eens blijven staan. Als het goed is, is hier de volgende bunker. Laten we daar naar binnen gaan als die open is, ik hoop het. Maar ik denk het wel. Dat is chill, hè? Weer zo'n klein ruimte. Hetzelfde eigenlijk. Hetzelfde plafond. Schietgat daar ook weer. En dan daar ook nog een... wat is het eigenlijk? Waarschijnlijk voor mensen die hier in de ingang wonen. Ja, inderdaad. Je kunt gewoon bam in zijn hoofd schieten. Ja, best wel laag hier ook. Plafond. Nou, ik kom er bijna bij. Ik ga het niet doen, want ik weet niet wat voor shit hier onder zit. Nou, best wel vet. Hier weer een deel van de enorme dikke muur die je daar dan ziet. Het is allemaal op tanks tegenhouden, maar we gaan weer op de muur. Oké. Nou, dit was dan heel belangrijk. Ook weer op tanks tegenhouden. Dan heb je de muur. En dit zijn stenen blokken. We kunnen wel even op parcouren. Ja, het zit er redelijk ver van elkaar uit. Kijken. Dit is niet de standaard bunker, dit is hoog. Het is veel groter. Dus gaan we hier vanaf. Ah. Super. Oh, dit is een hele andere structuur. Ja, heel anders. Laten we daar via de ingang gaan. Allemaal dit soort dingen niet meer. Ja. Nou, in deze bunker nu aanbeland. Holy shit, kijk die scheuren. Dit is echt
Nog een flesje water tussen. Het ziet er best wel sick uit. Het is wel een redelijk kleine bunker weer. Maar dit soort, ja, wat is het? Hier is het een beetje ingegaan. Dat is niet door Duitsers gebeurd, maar toch sick. Ja, dit water. Ja, ook schietgaten, denk ik. Ja, hier kan je gewoon in die bunker zitten. Best wel chille bunker, maar het staat een beetje op instorten. Kijk maar. Dit soort brokken. Dan heb je hier dus één kamer. En dan hier heb je dus ook nog een kamer eigenlijk. Met hier twee van die dingen. En deze muur zit heel schuin. Maar dit is de muur al van de hele grote muur. Dus deze bunker is aan de zijkant aangemaakt. Best wel sick deze bunker. Deze is een andere structuur dan die andere. Even kijken. Ja, dan gaat zo die muur nog een paar kilometer verder. We gaan daar even naartoe lopen en dus gaan we daar ook even kijken. Het stopt denk ik een beetje bij het water. Als het goed is, is daar het eindpunt van die kilometers lange muur. Holy shit. Dat is wel echt een vette muur met bunkers ertussen. Dus ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. We hebben ook flink wat gefietst om hier te komen, maar het is wel echt de moeite waard. Heel sick, zo'n anti-tank. Met allemaal dingen en zo, hoe ze dat bouwen. Dit enige in Europa, ik heb hem nog nagezocht. En hier is het eindpunt van de trip op de anti-tankmuur eigenlijk. Met bunkers en natuurlijk ook tussen. We hebben sommige bunkers ook geskipt, omdat ja, hetzelfde structuur en zo is. Gangetje en kamertje. En dit is het eindpunt. Dus dan zeg ik maar, tot de volgende video.